Erik Akerboom. Hij is de nationaal terrorismebestrijder en hij waarschuwt voor politiek gemotiveerd geweld rondom de verkiezingen. Het is een verontrustend bericht. En het belangrijkste wat ik dacht is, ik hoop dat we ons er niet gaan door laten leiden. Wij moeten wel gewoon ons werk kunnen doen. Ja. Maar hij zegt dus, door het versterken van tegenstellingen, zowel tussen personen als tussen groepen in het land, als ook tussen politieke partijen, zou dat politieke gemotiveerde geweld kunnen oplaaien. Ik vind wel dat je in een verkiezingstijd de politieke partijen moet zeggen wat je vindt. Ja. Laten we het hebben over Iedereen Telt Mee. De Partij van de Arbeid doet een aantal voorstellen. Het toptarief, ik noem maar wat, van de belastingen naar 60% voor mensen boven 1,5 ton jaaropbrengst, geloof ik. Moeten die mensen, die eigenlijk al zoveel belasting betalen, dan vanuit welke gedachte moeten die dan nog meer betalen? Nou, vanuit de gedachte dat we zeggen, we moeten nu met elkaar de bezuinigingen opbrengen die nodig zijn om Nederland financieel weer op orde te brengen. Degenen die het meeste hebben, dat we daar het meeste van vragen om de mensen die het minste hebben het meeste kunnen ontzien. Ja. Je kunt wel zeggen dat je natuurlijk de afgelopen periode hebt gezien dat er bijvoorbeeld in de financiële wereld, in de banken, maar ook zeg maar in de publieke sector aan de top mensen zijn geweest die zich onnodig hebben verrijkt. En dat willen we ook aanpakken. Wat wij voorstellen is niet om de hypotheekrenteaftrek af te schaffen, maar om hem terug te brengen naar 30% over de gemiddelde huizenprijs die er nu is. En wat we nu zien, die er dan is. Die er dan is. Vanaf D66, simpel gezegd, aan alle partijen daar links van. Daar weet je ook in dat hij de stemmen kan halen. En dat zie je, die punten pikt hij eruit. En dat is, dat is slim gedaan. Is dit inderdaad de hand van Job Cohen? Nee hoor, dit hebben we met elkaar bedacht. 10 miljard bezuinigen? Ja, dat moet, iedereen moet bezuinigen. Ja. Maar waar precies is nog niet helemaal duidelijk? Ja hoor, dat weten we wel. Dus we gaan de eerste 10 jaar bezuinigen op zaken als infrastructuur, bureaucratie. Ja, maar bureaucratie, inderdaad, dat zegt iedereen en daar kom je zo makkelijk mee weg. Want iedereen is tegen bureaucratie. Hoe moeten we jou omschrijven, Rob? Ja, je werd een beetje gezien als de computerhacker. Ja, het is een beetje lastig. Ik doe van alles. Computerdingen, maar ook politieke dingen. Een beetje op het kruisvlak van politiek en techniek misschien. Jij komt uit Reykjavik. Daar ben je geweest de afgelopen hoeveel weken? 2 weken. Ja, wat heb je daar gedaan? Ik ben daarheen gegaan omdat ik door Wikileaks gevraagd werd. Die hebben een soort team bij elkaar gehaald, omdat er dus een belangrijk lek was. Dat was dit filmpje. We moeten daar toch iets mee. We willen dat in de openbaarheid brengen. Het zou leuk zijn als dat gebeurde op een manier waarbij het Pentagon dat niet helemaal 3 weken de tijd heeft om daar rustig over na te denken wat ze daar eens van gaan zeggen. Het zou leuk zijn als dat een beetje een verrassing is. Ik zou me ook kunnen voorstellen van misschien vanuit aangeboren wantrouwen dat als ik iets krijg waarop ik het zie, dat ik me ook afvraag, klopt dit wel? Is dit wel echt? Of heeft iemand anders hier ook weer een eigen agenda om dit naar Wikileaks toe te brengen? Ja, nou, die vraag moet je jezelf ook altijd stellen. Er is gepraat met heel veel getuigen. Er is in Bagdad gesproken met iedereen rond dat plein, met familie van de mensen in dat busje. Er is wel degelijk geverifieerd dat dit verhaal echt waar is. Ja. We hebben nog wat beeld wat jij hebt meegenomen waar jij iets over wil zeggen. Hè? Dus, dat is een stukje wat inderdaad een beetje onderbelicht is gebleven. Zo. Er zijn na dat moment nog 2 raketten het gebouw ingeschoten. Dit is gewoon een gebouw in een drukke straat. Er staan gebouwen naast. Dit zijn zware wapens. In een stedelijk gebied. Moderne oorlogvoering vanuit de lucht in stedelijk gebied tegen zo'n opstand is niet schoon. Hoeveel mensen in gestreken uniform in de briefing rooms in Washington dat ook staan te vertellen. Hoe is het met die kinderen eigenlijk? Het meisje heeft blijvende schade. Haar postuur is niet normaal geworden door de wonden. Maar ze leven allebei nog. Het boek verscheen vandaag. Job Cohen, burgemeester van Nederland. Die korte lontjes, die hebben we allemaal. Tenminste, u heb ik niet, hoor. Maar u wel. Heeft hij geen kort lontje, Hugo? Jawel, op sommige punten zeker. Ja, dan wordt narrig. Als je wijst naar zijn integriteit, laat staan eraan zit, dan wordt hij narrig. Bij het lezen van het boek had ik het idee dat de bestuurstijl van Cohen vooral was, laat het allemaal maar een beetje aanmodderen. En dan zien we wel waar het uitkomt. Hij wacht heel lang met het nemen van besluiten. Maar als hij ze neemt, zijn het wel echt echte besluiten. Echt zijn besluiten. Geef eens een voorbeeld. Een voorbeeld over preventief fouilleren in Amsterdam. En daarvan zegt de politie al jarenlang, koop jongens, doorvoeren. Hup. In de hele stad waar we het nodig vinden, wijzen we het aan. Dan gaan we iedereen fouilleren. Nou, laten we dat nou eerst maar eens even bekijken, zegt Job Cohen dan. Kom maar eens met de cijfers. Kijk, hij gaat met iedereen praten. En als hij daarvan is overtuigd, nou, dan is hij daar op een gegeven moment, dat was hij van overtuigd.
Mm-hmm. En dan staat hij ervoor. Dan doet hij het ook. Joop Cohen heeft altijd ruimte voor twijfel. Dat is deels zijn kracht. Hè? Want wie ben ik om het zeker te weten? Dat is een kracht. Tegelijkertijd zijn er ook bijeenkomsten. Die zijn ook letterlijk geweest dat er 13 mensen aan de tafel zaten die allemaal hun bijdrage hadden geleverd. En vervolgens naar Joop Cohen keken. En wat wordt het? En Joop Cohen zijn papieren pakt en zegt, nou, oké, tot volgende week. En dat is de week die Joop Cohen nodig heeft om erover na te denken. En wat ik een aardige anekdote ook vond, was Dales, over ego's gesproken, die afscheid neemt op een gegeven moment. De andere Kempa, de tegenpol van Rob Oudkerk. Cohen heeft eerst een medewerker naar hem toegestuurd die Dales vroeg van, wat moet Cohen straks over jou zeggen? Dus Dales had al voortdurend het gevoel dat hij naar zijn eigen toespraak zat te luisteren. Uh-huh. En na afloop van de bijeenkomst verliet iedereen de zaal en zei Job Cohen zo in de loop tegen Geert Dales. Oh ja, Geert, daar in de hoek sta je bedoeld.